Goed, welkom allemaal bij ons eerste webinar, The World of Crimping, Connecting and Quality. Het webinar is een nasleep van een inhoudshow-event dat wij in oktober van vorig jaar georganiseerd hadden. Was een leuk event, er kwamen best veel inschrijvingen waarvan we ook een hele groep hebben moeten weigeren, gezien de coronamaatregelen van toen. Waardoor we beslist hebben ook een digitale variant te gaan doen. Bij deze dus, webinar 1. Het is een reeks van 4. Dus in de komende weken gaan wij de andere 3 ook nog houden. Dus schrijf er ook zeker voor in. Het gaat een interessant geheel vormen als je de 4 werelden in totaliteit hebt kunnen bekijken. Wat gaan wij brengen? Wij gaan jullie een hedendaags beeld geven van wat er qua oplossingen bestaat in deze 4 werelden. Met vandaag de focus op het krimpen van contacten aan draden, op het connecteren van draden aan elkaar of aan componenten en de nodige kwaliteitsbewaking. Een beetje het verloop en de praktische richtlijnen. Ik ga al even antwoorden wat er net ook in de chat al werd gevraagd. De webinar wordt integraal opgenomen en morgen gaan jullie van ons een e-mail krijgen met de link om de volledige opname te herbekijken. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat jullie nu allemaal de webinar moeten verlaten. Wij verwachten ook een interactieve Q&A met jullie. Dus blijf zeker tot het einde hangen. Na de intro ga ik een video starten en die gaat een 17 minuten duren. Dit is een vooropgenomen video die wij eigenlijk de dag na ons inhoudsevent in oktober hebben opgenomen, waar alle machines nog live werkend in beeld konden gebracht worden, om jullie echt het totale beeld te geven alsof u erbij was geweest tijdens de inhoudshow zelf. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie deze stellen via de chatfunctie. Wij gaan altijd eerst de vragen in de openbare chat behandelen. En moest er nog tijd over zijn, de vragen in de privé-chat. Vragen kunnen tijdens de video gesteld worden, als wel erna tijdens de Q&A. Wij gaan ons best doen om alle vragen te beantwoorden. Moesten er toch te veel zijn, wat wij eigenlijk hopen, dan gaan wij ook nog ervoor zorgen dat die beantwoord kunnen worden. Om die beantwoord te krijgen, vragen wij jullie om een e-mail te maken met de vraag opnieuw in naar Q&A@smans.com. Anna heeft deze zo net, of gaat deze zo dadelijk ook in de chat kopiëren, dat jullie die via daar ook kunnen terugvinden. Blijf hangen tot het einde. Er is een verrassing voorzien voor iedereen die heeft gekeken en op het einde nog aanwezig is. Ik ga nu de video starten. Veel kijkplezier, stel jullie vragen en tot zo dadelijk. Welkom bij Smans NV. Ons productengamma is steeds vrij uitgebreid. Wij willen graag een totaaloplossing bieden. We hebben knipmachines, stripmachines, ook machines voor het krimpen van krimpkous. We hebben oplossingen voor het identificeren en markeren van draad. We hebben volautomatische oplossingen en speciale applicaties. En we bevinden ons nu in ons gamma wat betreft krimpmachines en de kwaliteitscontrole van die krimp. Wat mij betreft een superbelangrijke en een super interessante wereld. Het gaat van benchtop krimpmachines voor geïsoleerde contacten, ader en tol, hulzen, van gewone krimpcontacten, stripkrimpoplossingen voor de alle genoemde contacten, ader en hulzen, open krimpcontacten, noem maar op. En de kwaliteitscontrole, daar bespreken we het ganse gamma, zowel van visueel tot en met een slijpbeeld en een analyse ervan. Een laatste manier van verbinden is het ultrasoon compacteren, waar we ook graag de oplossing van gaan tonen. De eerste 2 machines dat we hier hebben, zijn machines van GLW. We hebben de EC65 en de PC65. EC elektrisch, PC pneumatisch. Het voordeel van de elektrische is dat we die heel makkelijk kunnen gaan verplaatsen en zelfs als u werkt met thuiswerkers, heel makkelijk mee kunnen leveren voor het thuiswerk. We hebben deze nu voorzien voor een matrijs ader en tulzen 10 kwadraat. Super eenvoudig. We leggen het contact en de draad in de matrijs. We drukken op de voetpedaal. En deze wordt perfect aangekrompen. Welke applicatie laten we hier zien met de PC65? De extra optie om ineens een contactrol voor geïsoleerde oogjes, schuifstekkers, noem maar op, ook gaan aan te voeren. Het handige hiervan is dat we enkel de draad moeten positioneren en de rest gebeurt van aanvoer van contacten gebeurt automatisch door deze applicatie. Dan hebben we nog een applicatie ertussen staan die specifiek gemaakt is voor flatcables. Bij een flatcable is het de uitdaging om die
parallel dicht te nijpen en te zorgen dat de voorkant ook 100% gelijk zit met de voorkant van de connector. Wat houdt het in? We hebben verschillende houders. Houders afhankelijk van de breedte en het type van de flatcable. De flatcable wordt hierin gepositioneerd, tezamen met zijn connector. Wordt gemonteerd in de machine en hier hebben we eigenlijk de louter parallele krimp op een pneumatische manier voor het dichtknijpen. En op die manier komt hier perfect gekrompen uit. Het toestel ernaast is de WDT UP15, ook volledig elektrisch, daardoor makkelijk verplaatsbaar. De bediening kan gebeuren op basis van twee handen, maar zoals we hem hier hebben staan, wederom met voetpedaal. Aan deze zijkant hebben we een extra locator om de perfecte positie van het contact in de matrijs te gaan doen. We voeren onze draad en terminal in, we drukken wederom op de voetpedaal en we zien de perfecte krimp. Hier hebben we gekozen voor een volledig ronde krimp van het contact. Verder heeft WDT ook een heel range aan pneumatische machines. Pneumatische machines voor wat meer power te gaan hebben, dus voor de zwaardere, dikkere contacten. Of voor speciale contacten. De UP35 Safe Crimp hebben we speciaal uitgerust met een matrijs voor gedraaide, gesloten contacten. En de UP60, de sterkste machine in de pneumatische range, gaat voor een dikke contact 25 kwadraat zijn uitgevoerd. Daarnaast hebben we hier niet staan, is er ook nog een hydraulische variant als er echt nog meer power gaat nodig zijn. Ik laat jullie even de Swiss Safe Crimp zien. Speciaal hieraan is dat we een dubbel voetpedaal hebben. Voetpedaal 1 is voor het openen van de matrijs en voetpedaal 2 is voor het aankrimpen. Dit houdt in dat we met een veiligheidsmechanisme, speciaal dat is ingebouwd, zonder afschermkap kunnen en mogen werken. Loshalen met de linkse pedaal opnieuw en we zien een perfecte krimp. Hiernaast, ik heb net al gezegd, 25 kwadraat, dikwandige contacten, volle power. Dit voorzien we in de UP60 machine. Eén stapje verder in automatisering. We gaan niet alleen krimpen, maar we gaan eerst de strip doen en dan krimpen. De twee oplossingen hier in beeld zijn de oplossingen van GLW, het strippen krimpen wat betreft geïsoleerde aderendhulzen. MC25 verwerkt hulzen op band van 0,5 tot 2,5 vierkante millimeter. De standaard MC40 heeft dezelfde range, zelfs nog uitbreidbaar tot 4 vierkante millimeter. De MC40L die we hier tonen is specifiek voor 6, 4, 6 en 10 kwadraat. Wat is er zo specifiek aan GLW? De MC40 is de snelste machine in de markt. De MC25 is super draagbaar, super verplaatsbaar van werkpost naar werkpost. Zij hebben voor elke kwadratuur een dedicated tooling. Je zou kunnen zeggen, dan moet ik gaan wisselen. Klopt helemaal. Het zijn wel allemaal snelwisselsystemen die in de machine zitten, dus we verliezen beperkte tijd. Maar er is één heel groot, belangrijk voordeel aan het wisselmechanisme. Dat wil zeggen, elke kwadratuur heeft zijn eigen dedicated tooling. Door die eigen dedicated tooling zijn we 100% zeker dat alle lidsen in de krimp gaan geraken en we een goede verbinding hebben. Ik ga u even de MC25 laten zien. Bij de MC25 hebben we gekozen voor een 0,75 kwadraat. We voeren het draadje ongestript in. De machine gaat strippen, neemt de huls, plaatst de huls erover, krimpt hem dicht. De snelwissel is eigenlijk heel eenvoudig. We hebben snelwisselblokjes. Willen we nu naar 1 kwadraat, steken we deze erin en we zijn klaar. Ook de hulzenhouder is met een kliksysteem heel eenvoudig gewisseld. We schuiven een stapje op naar de MC40L, die principieel gelijk is aan de MC40-1. Buiten de cyclustijd is hier wat langer dan de snelste machine in de markt. We doen de deur open. Binnenin zien we de dedicated tooling hier voor 6 kwadraat. Eenvoudig, ook weer snelwisselsystemen wat betreft de kwadratuur. Eens de deur gesloten, gaan we bij de eerste draad een kleine vertraging zien voor het activeren van de trilpot. Maar van zodra we onmiddellijk verder gaan, is ook die wachttijd weg. Hier hebben we een 6 kwadraat, perfect gestript, huls erover en gekrompen, volautomatisch door de MC40L. Van de GLW-machines springen we ineens naar de ZNF Zoller en Freulich oplossingen. Hetzelfde verhaal, strippen van de draad, overschuiven van de ader en huls en dichtknijpen. Nu, wat is hier dan weer bijzonder aan? ZNF heeft het voor elkaar om met een druk op de knop eigenlijk van ader en huls te wisselen. Bij de ene machine moeten we natuurlijk de hulzenvulling in de trilpot nog wel gaan omwisselen.
Bij de andere gebeurt alles volautomatisch. Wat houdt wisselen in bij de unieke les? Bij de unieke les is het louter de juiste huls bovenaan selecteren. Daarmee weet de machine wat er komt en natuurlijk zien dat de juiste hulzen in de pot zit. Voor de rest, zelfs principe. We steken een draad in, strippen, overschuiven, huls, krimpen. De unieke GV-machine is uniek in zijn soort. Hierin hebben we tot 5 rollen aderend hulzen naast elkaar. De positie 05, 075, 1, 1,5 en 2 kwadraat in de lengte 8 of 10 kunnen we kiezen. Staan naast elkaar en door één druk op de display geven we aan wat we gaan doen. Drukken we op 1 kwadraat, staat die klaar voor een 1 kwadraat. We steken de 1 kwadraat in de machine. Doet de cyclus. Net iets langer, maar hij moet natuurlijk ook eerst de juiste huls gaan nemen. Willen we heel eenvoudig naar 1,5 kwadraat gaan switchen, drukken we op de 1,5 kwadraat. Niet meer dan dat. En we voeren de 1,5 kwadraat in. Dan hebben we de AM04. De AM04 is voorzien van 2 trilpotten. In dit geval hebben we een 4 en een 6 kwadraat naast elkaar staan. De blauwe led duidt aan de machine of aan de operator wat nu geactiveerd staat. Ook hier via de touchscreen gaan we activeren wat er nodig is. We nemen als eerste de 4 kwadraat, want die staat actief. Dat zien we heel duidelijk op de display en aan de kleur. Perfect gestript en gekrompen. Willen wij wisselen naar de andere, 6 kwadraat, drukken wij op 6 kwadraat en we zien ook onmiddellijk de blauwe led van de pot verhuizen, zodat we weten ook visueel wat er gaat gebeuren. Heel snel geswitcht van 4 naar 6 kwadraat. Een totaal andere technologie van het verbinden is het splicen. Met splicen gaan we een bandmateriaal toevoegen rond 2 of meerdere producten. Het kunnen 2 draden aan elkaar zijn, maar kan ook evengoed een draad rechtstreeks aan een PCB zijn, een draad aan een connector, noem maar op. Sensorindustrie of gewoon simpel 2 draden aan elkaar. Wat gaat er gebeuren? We voeren onze toepassing in de matrijs. De band wordt op lengte gemaakt, wordt in een B-vorm rond de 2 producten of meerdere producten geplooid door de activatie met de voetpedaal. Hierdoor en met de juiste afstelling hebben we een perfecte verbinding tussen product A en B. We gaan verder in onze wereld van crimping en quality. Het merk dat we nu aan gaan snijden is Mecal, tezamen met wederom een oplossing van Comax. Mecal is een Italiaanse producent van krimpersen, maar maakt ook de tooling, de applicator. Die applicator is dedicated aan het type en rolcontact. Per rol kunnen we zeggen dat we 1 verschillende applicator gaan nodig hebben, enzovoort. Het wisselen van een applicator is wederom eenvoudig, met een kliksysteem eruit en erin en klaar. De eerste machine is de Mecal TT-pers. De Mecal TT-pers is een basispers, elektromotor bovenaan, verticale beweging, applicator staat eronder voor dit contact. Sidefeed in dit geval kan evenzeer backfeed zijn. Wat we alleen nog moeten doen is onze gestripte draad in de machine steken, op de voetpedaal drukken en we komen er met een perfecte krimp uit. Optioneel aan deze zijkant is de Microforce 80 van Comax gemonteerd. Dit is een universele krimpkrijgbewaking die we op eender welke pers gaan kunnen monteren. Denk even na aan al die oudere persen in uw productie nog zonder krimpkrijgbewaking. Door een eenvoudige namontage zijn al uw persen perfect afgezekerd met de actuele kwaliteitscontrole. Dan kijken we naar de machine achter mij. Evenzeer een Mecal TT, maar deze is voorzien van de SC12 strip unit. De SC12 strip unit is 100% geïntegreerd met de Mecal TT pers. En wat gaat deze unit nu juist doen? De unit gaat de draad strippen, gaat de kanteling maken naar het contact en de draad in het contact steken. Nog bijzonderder is dat het contact dat we hier hebben, is een volgeïsoleerde schuifstekker waar we de inbrenging van de draad aan de voorkant moeten gaan doen. Ziezo. Dan gaan we enkele posities opschuiven en dan komen we bij de Comax PT722. Het is een strip-crimp oplossing voor open contact op band, wederom sidefeed of backfeed. Wat is er nu zo bijzonder? Deze strip-crimp oplossing is volledig digitaal instelbaar. We maken eenmaal de draad de strip aan, eenmaal het contact erin. Nadien maken we oneindig veel combinaties en de instellingen zijn steeds juist.
De 722 is zeer specifiek door de servomotor bovenaan, wat maakt dat we een variabele krimphoogte hebben. Een variabele krimphoogte wil zeggen dat de pers zichzelf van diepte stelt op basis van de gemeten krimphoogte of de trekproef. We gaan niet meer op de applicator moeten verstellen om zo weer een optimale kwaliteit te kunnen garanderen. We gaan snel een sample maken. Let erop, een superdunne draad. We voeren de draad in. Die wordt perfect gestript, aangekrompen. De machine zegt ook onmiddellijk goed inzenddisplay, wat wil zeggen dat de krimpkrachtbewaking heeft gezien dat het goed was. Kwaliteitscontrole is een must-do voor elke kabelassemblagefirma. Nu, we kunnen dat op verschillende manieren doen. Puntje 1 is de visuele controle. Dat kan met het blote oog, als de krimpverbinding groot genoeg is. Maar als het al wat kleiner wordt, dan hebben we daar een high-definition camera voor. Heel eenvoudig, snel verplaatsbaar, de krimp eronder leggen. En we zien hier perfect dat er een juiste isolatiekrimp, dat er een perfecte koperkrimp is met de bellmount op de juiste plaats. Dit zijn superbelangrijke kenmerken van een goede krimp. Dat grootscherm kan eventueel ook gewoon geprojecteerd worden op het kleine bijhorende scherm, waar je ook nog steeds een zeer scherp beeld hebt. Hebben we een krimp gemaakt, willen we natuurlijk heel graag gaan weten wat de krimphoogte is. De krimphoogte is de manier om niet destructief te gaan controleren dat de krimp goed is. We gaan de hoogte van de krimp gaan meten met het meettoestel. Wat is er nu bijzonder aan dit meettoestel? Dit is de Exmoor krimphoogtemeter. En Exmoor heeft een gepatenteerd systeem door een verend palletje om de krimp altijd op de juiste manier te positioneren. Iedereen die al ooit een krimphoogte heeft gemeten, weet perfect wat de uitdaging is om steeds op het juiste punt op de juiste manier te gaan meten. In dit geval maken we een meting. We simuleren het eerst met een persbeweging. Het lampje gaat aan. We gaan een foto nemen van de krimp. En de groene LED geeft aan dat de krimp juist is beoordeeld. Dit rapport kan dan naar de PC getransfereerd worden, waar we een ganse analyse kunnen doen van de meting. De genomen foto wordt mee in het rapport geprojecteerd. Als we dan verder kijken naar kwaliteitsbewaking, hebben we ook nog twee destructieve manieren. Destructief wil zeggen, we gaan dat bij sampling doen, bij de opstart van een nieuwe run of bij een opstart van een totaal nieuw product. Het begint met een trekproef. Dit is de Comax Micropool 10. Heel eenvoudig gaan we het contact en de draad inspannen. En door een druk op de startknop gaat de machine beginnen trekken en de maximale newtons gaat behouden worden. We kunnen ook gaan instellen om maar tot een bepaalde newtonwaarde te trekken. Alle data kan gecapteerd worden op USB en getransfereerd worden naar je PC, ook weer voor een mooi rapport te gaan maken. De tweede manier om een kwaliteitscontrole te gaan doen is het nemen van een slijbeeld. Met een slijbeeld gaan we het contact perfect in het midden van de koperkrimp doorslijpen. Na de slijp gaan we een polijsting doen voor een perfect vlak oppervlak te krijgen. En dan gaan we verder naar het polijststation voor al de nerven van de koperaders te zien en het in beeld te brengen in de software waar een volledig automatische analyse gaat gebeuren op de krimp. We gaan starten met het slijpen en polijsten van de krimp. Onze groene knop toont dat de cyclus klaar is. We kunnen de kap openen en we kunnen de houder perfect eenvoudig verwijderen. Dit is dan de houder met het geslepen contact gepolijst oppervlak dat we gaan plaatsen in onze camera en edge unit. Met de stift gaan we een perfecte etsing doen bovenaan, zodat we die nerven goed gaan zien. Eens we dat hebben gedaan, krijgen we een klaar beeld in onze software. Onze software gaat automatisch volgens de normeringen die beschikbaar zijn. Dat kunnen voor verschillende normen zijn. Wij gebruiken nu de Volkswagen-norm. Gaat automatisch deze krimp analyseren. Hij gaat meten wat de hoogte is, de breedte, de braanvorming, hoeveel aders er in de krimp zitten en het zwarte gedeelte, hoeveel lucht er in de krimp zit. Dat alle aders erin zitten, dat er geen aders buiten steken. Een perfecte analyse dat zeker moet gebeuren bij de opstart van een nieuwe productie, een nieuwe ontwikkeling, altijd aan te raden. Mekal die de applicator tooling bouwt, die gaan voor hun natuurlijk ook steeds na productie van een nieuwe applicator het slijbeeld nemen om zeker te zijn van de kwaliteitsgarantie die er moet zijn. Ondertussen is ultrason verdichten, ultrason lassen toch wel een bekende manier van het verbinden van draden of het compacteren van uiteindes. We hebben hier de Branson oplossing staan tot 35 kwadraat. In onze demo setup gaan we twee draadjes van 0,5
in de lengte richting aan elkaar verbinden. Dit kan eventueel in deze richting, maar we kunnen ook gewoon enkel kiezen voor het uiteinde te compacteren. In de software dienen we louter in te stellen welke kwadraturen we gaan compacteren met elkaar en de instellingen gebeuren volledig automatisch. We brengen de draden in de machine en activeren de cyclus met de voetpedaal. En we zien een perfect sterke verbinding. Heel eenvoudig omstellen naar een eindcompactering via de software. We gaan nu een 16 vierkante millimeter gaan compacteren op het uiteinde. We leggen deze vooraan in de machine. En we hebben een perfecte verharding van het uiteinde van het koper. Dit is het einde van dit webinar. We starten nu onze live Q&A op. Stel gerust jullie vragen. Blijven er vragen over? Kan u ons steeds bereiken op onderstaande gegevens. Goed, welkom terug allemaal. Hopelijk hebben jullie de video toch nog goed kunnen verstaan. Het was inderdaad het dempen, opheffen dat belangrijk was om ook de audio binnen te krijgen. Moest er toch ergens nog een stukje zijn misgegaan, zoals gezegd, we gaan morgen een e-mail uitsturen met de link waar je ook integraal de ganse webinar kunt terugbekijken. Blijf nu zeker even hangen. Stel ook gericht jullie vragen. We hebben via de privéchat al zeker enkele vragen binnengekregen, maar natuurlijk hopen wij toch nog op een paar extra vragen om de juiste informatie te kunnen verschaffen. Wat ik nog voor de Q&A wil zeggen is dat wij ook een Smaans Academy hebben. Wat doen wij in de Smaans Academy? Daar gaan wij operators of productspecialisten gaan trainen naar een hoger niveau. Met een operator gaan wij bijvoorbeeld aanleren wat de basis is van de sector, de terminologieën. We gaan hem aanleren wat kwaliteit is, hoe je dat visueel goed kan zien. Vrij basis. Maar we hebben wel gemerkt dat door die basisopleiding de uptime van de machine, de kwaliteit, de productiviteit echt wel omhoog gaan. Dus moest daar interesse voor zijn, kunnen jullie alle info terugvinden op de website van Smaans onder de tab Academy. Ook de directe link zal Hanna in onze chat even kopiëren. Voor de Q&A ga ik zo dadelijk overschakelen naar onze panel der wijzen. Zij gaan in beeld komen. Ik ga hun live de vraag stellen. Zij gaan jullie live beantwoorden. Komen er toch veel vragen binnen die niet beantwoord geraken? Stel ze zeker gerust een keertje opnieuw via de Q&A@smaans.com. Die link werd in het begin in de chat gezet, maar zal Hanna dadelijk nog wel een keertje extra kopiëren. Kwam ook in de video in beeld, dus dat moet goed zijn. Goed, wij gaan nu schakelen naar ons panel der wijzen. Ik ga ze eerst al eens in beeld toveren. Ziezo. Aan de rechtse zijde in de lichtblauwe trui hebben we Nick Janssens, ook mede-eigenaar van Smaans en al 14, 15 jaar ervaring wat kabel- en draadverwerking betreft, zowel van de technische dienst tot het commercieel niveau. In het midden op de kop van de tafel hebben we Chris Hirwa. Dat is een van onze ervaren techniekers op de kabel- en draadverwerkingsmachines. En links hebben wij in beeld Roy van Alphen, commercieel accountmanager voor Nederland. Bart van Biezen, commercieel accountmanager voor België, zou er normaal bij geweest zijn, maar is verhinderd vandaag. De volgende webinars zal hij ook zeker deel uitmaken van het team der wijzen. Ik ga hun de eerste vraag stellen en na het stellen van de vraag ga ik hun micro even unmuten, zodat zij jullie ook een antwoord kunnen geven. Even aflezen. Hebben sommige van de stripperkrimpers of van de krimpers ook de mogelijkheid op het toevoeging van een krimpkrachtbewaring? Ja, de krimpkrachtbewaring is een beetje afhankelijk van welk toestel dat we gaan kijken natuurlijk. Bijvoorbeeld dat een stripperkrimper is aderendhulzen, dat is mogelijk. Maar het is niet mogelijk door machines die je net in de video hebt gezien. Dus daar hebben we andere machines. Maar eerlijk gezegd zijn dat heel speciale toepassingen. En echt heel klantspecifiek die de vraag stellen of krimpkrachtbewaring op aderendhulzen. Op de elektrische krimpers zit geen krimpkrachtbewaking op. En ook op de pneumatische van WDT staat ook geen krimpkrachtbewaking op. Maar bij WDT is er ook een mogelijkheid, als we naar de grotere machines gaan kijken, om een krimpkrachtbewaking te gaan plaatsen op de machine. Natuurlijk, de BT722, de 712, die zijn, of die breiden we altijd uit met de krimpkrachtbewaking, dat die altijd op staat. Natuurlijk, omdat we de beste kwaliteit willen garanderen
voor de klant en voor de eindklant. Goed, korte toevoeging, ook via de Microforce 80 kunnen wij op enkele standaard persen ook een krimpkraakbewaking integreren als het om open krimpcontacten gaat. Wat met de Amerikaanse maatvoering, AWG? De machines die hier staan, die u gezien hebt op de film, zijn uiteraard Europese makelaars en zijn voorzien voor de kwadraturen in vierkante millimeter, maar zijn ook perfect te gebruiken voor AWG-draad. In de meeste machines staat zelfs ook een label welke instellingen dat je moet gebruiken voor welke AWG-maat. Dus kan perfect. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar staat, je hoort wel eens de term gasdichte verbinding. Houdt dat steek? De leukste vraag voor mij gehouden, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen dat voor mij ook een speciale term is, gasdicht. Wij hebben heel veel te vertellen over kwaliteit. Ik denk dat het ook een heel belangrijk is om daar heel, heel duidelijk over te communiceren. Wanneer we een verbinding maken, gaan we altijd controleren dat de verbinding natuurlijk op een correcte en kwalitatieve manier gebeurt. Om effectief testen te maken op gasdichtheid is voor mij een onbekende. Wij gaan kijken naar vervorming van de contacten, vervorming van de draden, tellen van de draden, volume berekenen. Een heleboel kwaliteitsaspecten die we gaan controleren, maar op gasdichtheid hebben wij met elektrische verbindingen momenteel weinig of geen ervaring. Dus ik ga dat wel even uitzoeken en eventueel later op terugkomen omdat daar iets over te vertellen valt dat we kunnen meegeven aan onze klanten. Dus komen we later op terug. Goed, maar even zoeken met de mute-functies. Ik ga er nog kort even op inpikken. Gasdicht wordt ook wel gezegd als een luchtdichte verbinding. En als we een slijbeeld gaan maken, dan ga je natuurlijk wel in het slijbeeld kunnen zien hoeveel lucht er nog aanwezig is in de krimp. Hè, lucht is een isolator, die willen wij eruit hebben. Dus in de noemer als lucht, als gasdichtheid zien, is dat zeker een bekend verhaal in een slijbeeld om te gaan zien hoeveel lucht er nog aanwezig is, wat we liefst zo weinig mogelijk hebben. De volgende vraag. We hebben een tweetal Mecal TT-persen staan. Ik zeg dat er een bestaande pers een modificatie gemaakt kan worden om er krimpkraakbewaking op toe te voegen. Klopt dat? Op bestaande TT-persen kunnen we inderdaad krimpkraakbewaking gaan toevoegen. Gaan we ook altijd kijken aan de molen van de klant en welke krimpkraakbewaking we moeten gaan toevoegen. In de video die u net heeft gezien, hebben we de Microforce 80 gezien. Het leuke aan dat systeem is dat het een iets uitgebreider systeem is waar ook rapporten uitgehaald kunnen worden. Indien dat niet van toepassing is, kunnen we eventueel naar de Microforce 70 gaan kijken of naar de oplossingen van Mecal zelf. Goed zo, dankjewel. De Microforce 80 is ook toepasbaar op elk merk van pers. Hè. Dat moet niet per se een Mecal TT zijn, dus heb je nog andere merken van persen staan, gaan we ook daar perfect die Microforce 80 op kunnen integreren. De volgende vraag. Wat is het verschil tussen de Comax BT712 en de Comax BT722? De Comax BT712 is een machine die een vaste slag heeft. Dat wil zeggen, die pers die gaat 40 mm naar beneden en terug omhoog. Heel belangrijk is bij deze pers dat de applicator die dat eronder staat, dat die perfect afgesteld wordt in de hoogte. Anders heb je een resultaat waarvan de krimphoogte niet correct is. Bij de 722 heb je het voordeel dat deze pers die gaat zichzelf aanpassen. Dat wil zeggen, je gaat eerst een sample maken. Je krimpt een contact aan. Je gaat hier de krimphoogte van meten. En je geeft die in de machine op digitale interface. Is deze niet juist, dan gaat die pers zich automatisch aanpassen. Zodanig dat de volgende krimp wel de juiste hoogte heeft. Dus hier is het iets minder belangrijk, laten we zeggen, om de applicator volledig juist in te stellen. En is het eigenlijk een gemak om steeds de juiste krimp te krijgen.
Dankjewel, Chris. De volgende vraag. Zijn de stripmachines ook geschikt voor teflonisolatie of teflonkabels? Er zijn inderdaad stripmachines die daar geschikt zijn voor teflonkabels. Maar het spreekt voor zich dat sommige teflonkabels of draden een uitdaging zijn om een goede strip te krijgen. Sommige eenvoudigere stripmachines gaat dat echt een uitdaging zijn. We hebben ook zeker stripmachines in ons pakket waar dat we heel veel instelmogelijkheden hebben, waar dat teflonkabels wel een mogelijkheid zijn. Het is denk ik belangrijk om daar testen te maken en dat we jullie goed advies kunnen geven over welke machines hiervoor in aanmerking komen en dat we daar ook goed in kunnen adviseren. Dankjewel. Een volgend vraagje rond het ultrasoon verdichten. Moet dit ook waterdicht zijn en valt dit te testen? Wat het waterdicht moet zijn, dat denk ik persoonlijk niet. Dat is ook een vraag die ik nog nooit heb gekregen. Maar het ultrasoon verdichten, wanneer we dat gaan gebruiken, is eigenlijk dat we geen materiaal gaan toevoegen aan onze krimp of aan onze draad. Dat wil zeggen dat je altijd een veel betere connectie gaat krijgen. Ook is het zo dat in de nieuwe technologieën veel push-in stekkers, dat de ruimte beperkt is. Dus als je ook een aderendoos gaat toevoegen, dat vaak al te veel is. Met ultrasoon kunnen we eigenlijk gewoon de perfecte verdichting maken zonder materiaal. Dat we een zo klein mogelijke krimp krijgen. Die gaat natuurlijk alles gaan verdicht zijn, dus gaat het waterdicht zijn, kan ik niet garanderen, maar ik verwacht dat het toch dicht in de buurt zal komen. Dankjewel. Kleine toevoeging, ja, de verbinding op zich is kwalitatief in orde naar trekkracht en compactering. Ik denk als je een ultrasoonsplijs van twee draden aan elkaar gaat hebben, dat je nog altijd een krimpkouser overheen gaat moeten zetten ter herisolatie van die verbinding. Dat is een hele belangrijke, want anders kan ook het vocht tussen de isolatie en de koper van de draad links en rechts bij wijze van spreken ook daarin kruipen. Dus de verbinding is kwalitatief zeker in orde. Wat een belangrijk verhaal is. En de waterdichtheid van het geheel wordt nadien dikwijls met een krimpkous, al dan niet met lijm, voorzien. De volgende vraag. Even kijken. Er kan veel verschil zitten in de hoeveelheid koper in dezelfde kwadratuur. Met andere woorden, de ene draad is de andere niet als het gaat over doorsnede of koperaandeel. Compenseert de pers dat op de ene of de andere manier? Dus samengevat, als je een 16 kwadraat hebt, merk je tegenwoordig dat als je die gaat nameten, dat evengoed een 12 kwadraat kan zijn. En dat kan invloed hebben op de krimpkwaliteit. Dus Chris is denk ik aan de beurt. Wat houdt de machine daar rekening mee? Dat is niet zo evident. De machine houdt daar in principe geen rekening mee. Het is wel zo dat normaal aangekrompen contact voldoende krachtig aangekrompen is om dit waarschijnlijk te compenseren. Als je dat zeker wil weten, dan bestaat er iets als een krimpcenter bijvoorbeeld, waar we gaan effectief de kwaliteit kunnen gaan controleren. De aftrekkracht van het contact op de draad, de krimphoogte, noem maar op. Alle kwaliteitsgegevens kunnen gecontroleerd worden om een eventueel probleem hiermee op te vangen. Ja, ik denk, het is ook duidelijk, wij komen er meer en meer tegen, vooral in de grotere kwadraturen. Dat je bijvoorbeeld, wat ik net zei, een 16 kwadraat hebt, die in de basis geen 16 is, maar dunner is, omdat de fabrikanten in specificatie moeten overeenkomen met de geleidbaarheid, het geleidingsvermogen. En afhankelijk van de samenstelling van het koper, kan je dunner gaan om hetzelfde geleidingsvermogen te halen dan de norm van een 16 kwadraat. En op de krimp heeft dat zeker zijn invloed. Dus wij hebben ook al applicaties gezien waar dat we met kleinere terminals, die eigenlijk geschikt zijn voor een maatje kleiner, moeten gaan werken op een 16 kwadraat, dat we daar naar een maatje kleiner moeten gaan. Maar dat is, daar kunnen we zeker in helpen en in sturen, wat dat betreft. De volgende vraag, is het bij ultrasoonlassen ook mogelijk om een draad met een RVS-naald te gaan verbinden? Bij ultrasoonlassen is het eigenlijk altijd heel belangrijk dat we werken met pure koperdraad, hè, en dat we daar geen extra legering of afwerking op in draad voorzien.
Ik heb al verschillende toepassingen gezien waar we koperdraad gaan verbinden met een ander soort metaal. Ik moet eerlijk zeggen dat wij op deze moment geen ervaring hebben om te gaan verbinden met een RVS naald. Maar ik wil dat zeker wel even uitzoeken met onze leveranciers om te zien wat de mogelijkheden daar zijn. We gaan straks ook sowieso die vragen denk ik nog wel kunnen antwoorden. Ik hoop echt dat we daar wel de tijd voor krijgen om die mensen ook een goede antwoord te dienen, want ik vind het zelf ook heel interessant om er achteraan te gaan. Goed zo. Er zijn sowieso ook nog andere materialen buiten koper die we kunnen gaan ultrason verdichten. Met aluminium zijn er ook zeker applicaties. Dus als je een applicatie hebt om bijvoorbeeld RVS met een koperdraad te gaan connecteren, hebben wij daar het ultrason verdichten voor. Kunnen we perfect uitzoeken en testen. Dus kom daar zeker mee naar ons. Mag je ook nog even een keertje doorvragen aan Q&A@spans.com. En verder hebben we ook natuurlijk ook nog de mogelijkheden tot weerstaanslassen. Moest dat een betere technologische oplossing zijn dan het ultrason verdichten. De volgende vraag, die ga ik kort zelf beantwoorden. Is er ook een vingerbeveiliging mogelijk op de eerste machine? Ik vermoed daarmee dat het gaat om de EC65 die we eerst hebben laten zien. Daar moet een beschermkapje opzetten. Ik weet, voor demo en video hebben wij, om die goed te kunnen maken en geen reflectie te hebben, hebben wij dat weggenomen. Maar daar hoort een plexicover rond te zitten om de veiligheid te garanderen. Dan ga ik verder. Heb je veel verschillende soorten applicators nodig om volgeïsoleerde schuifstekkers te krimpen met een Mecal TT-pers? Is dit ook specifiek zowel bij de contacten of bestaan er daar bepaalde standaarden in? Met andere woorden, heb je per kleur en per soort een applicator nodig of valt dat te combineren? Voor geïsoleerde contacten is het zo dat je per kleur gaat werken. Dus als we kijken, de rode schuifstekker, het rode oogje, het rode vorkje, dan kan je in één dezelfde app of met één dezelfde applicator gaan verwerken. En dan gaat het ook natuurlijk blauw en geel zo. Dus het is niet zoals bij open contacten, is het vaak zo dat male en female op dezelfde applicator kan. Maar voor de rest andere contacten, bij de geïsoleerde is het per kleur dat we vaak gaan werken. Maar ook daar, we moeten altijd gaan kijken met welk merk gaan we werken van geïsoleerde contacten. En dan gaan we het altijd met de leverancier even kort slaan van oké, is het voor dit merk effectief ook zo dat alles voor één kleur dezelfde applicator gebruikt kan worden. De volgende vraag, wat is de maximaal aantal vierkante millimeters die wij ultrason kunnen gaan verdichten? De standaard machines die we kunnen leveren gaan tot ergens een 35 kwadraat millimeters, maar er bestaan ook op maat gemaakte toepassingen. Dus als je een specifieke toepassing hebt die dat rond deze maat zit of zelfs hoger, dan mag je ons dat altijd doormailen. We kunnen daar altijd een op maat gemaakte oplossing voor aanbieden. Wat is het prijsverschil tussen de GLW-aderend hulzen met trilpotten, met twee trilpotten en één trilpot? Kunnen de twee trilpotten ingesteld zijn voor 0,75 en 1,5 vierkante millimeter? ik moet eerlijk zeggen, de twee trilpotten was denk ik de ZNF-machine. En de twee trilpotten op deze toepassing die we gezien hebben, was voor 4 en 6 kwadraat. Als ik het niet verkeerd voor heb, dan is de 704 ook een machine die gemaakt is voor de zwaardere kwadraturen te verwerken. Dus op deze moment kunnen we geen machine aanbieden waar dat we twee trilpotten op hebben staan. En waar we 0,75 en 1,5 bijvoorbeeld kunnen verwerken. Dus voor 0,75 en 1,5 te verwerken, zullen we, als we willen werken met een trilpot, zullen we toch de trilpot moeten gaan, of de kleine aanpassing moeten maken op de ZNF-trilpot, of anders bij de GLW, de trilpot moeten uitwisselen om deze kwadraturen te verwerken. Het is een beetje een andere misschien begrijp ik de vraag niet helemaal goed. Maar de twee trilpotten was een ZNF-machine. En er zijn zeker mogelijkheden om deze machine te gebruiken
met grotere kwadratuur, met 0,75 en 1,5 kwadraat, kunnen we kiezen voor de GVE-machine. Dat is dan op band. En wanneer we die op een losrolling gaan verwerken met een trillpot, dan hebben we of de ZNF-machine waar we een kleine aanpassing moeten maken op de trillpot, of de GLW-machine waar we de trillpot moeten gaan uitwisselen, een klein beetje de dedicated tooling moeten veranderen. En dan kunnen we weer een stabiele werking garanderen. Is inderdaad zo dat de machine met twee trillpotten is de ZNF Solar en Freulich machine en die is geschikt voor 4 en 6 kwadraat te verwerken. Maar let op, ook lengtes tot 18 mm kunnen daarop verwerkt worden, wat wel eens interessant kan zijn voor sommige applicaties. Als je een multi-machine wilt waar je niet moet wisselen, dan komen we eigenlijk ook uit bij de Unique GV, maar die werkt met hozen op baan. Dus daar kan jij de ganse reeks van 0,5 tot 2,5 kwadraat gaan verwerken. Ook bij GLW kunnen we dat verwerken, maar er is altijd een kleine omstelling. Dat is wel snelwissel, zoals uitgelegd in de video. Maar ook daar is het niet complex om te gaan stellen. De volgende vraag. Welke bewaking heb je bij beschadiging van litsen bij een strip-aanklemmachine? Heel even recapituleren. Zijn er bewakingsmethodes om beschadigde koperlitsen te gaan detecteren voor ze de krimping gaan? Ja, bij onze kwaliteitsmachines, vooral bij de BT722 natuurlijk, gaan we sowieso echt de spec van het contact met het draad moeten gaan programmeren. Dat wil zeggen, we moeten een bepaalde krimpkracht en een krimphoogte hebben die we moeten gaan meten. We kunnen ook in die machine gaan instellen dat we een bepaalde trekkracht moeten hebben. Dus in het begin van een productierun, dan gaan we krimphoogte moeten meten. Die moet goed zijn volgens de ingestelde waarde. En we gaan ook een trekkracht moeten meten. Met die trekkracht, ja, stel dat het koper, of dat er een litse half door is, of er zijn meer dan half door, of volledig door, dan gaan we dat met de trekkracht zeker kunnen gaan meten, dat die niet de juiste trekkracht gaat hebben. Dus ik denk dat dat een beetje de vraag was, hoe ik het hier heb. Goed zo, een volgend vraagje. Zit er verschil in het krimpen van koperdraden of vertinde koperdraden? Ik kan me niet voorstellen dat er eigenlijk verschil in zit, omdat het toch de bedoeling is dat de krimp volledige materiaal gaat omsluiten zonder dat er ergens luchtkamers in zitten. Dus als het koper vertint is, zie je daar eigenlijk geen verschil in. Ik denk voor een standaard krimp inderdaad, Chris, is er niet echt een belangrijk verschil. Wat we wel merken is dat bijvoorbeeld als het goudplated contacten zijn, dat die in de krimpers kunnen blijven hangen. Daar moeten we dan bepaalde toevoegingen gaan doen op de machine om dat te voorkomen. Natuurlijk, ultrasoonverdichten is vertint koper een probleem. Daarmee gaan we niet kunnen ultrasoonverdichten als het koper vertint is. De kleine Comax trekbank. Hoeveel kan die gaan in newtons? Dus wat zijn de specificaties van de Micropole Poutine van Comax op maximale trekkracht? Weet ik niet uit het hoofd. Dat ga ik ook moeten noteren en op moeten terugkomen. Heb jij een idee, Roy, toevallig? Ik kan het zo dadelijk heel kort even de spec juist opzoeken. Ik hoop dat die ongeveer tot 2 kilonewton, dus tot 2000 newton zal gaan. Ja, de raad der wijzen kent niet elk getalletje van een datasheet uit het hoofd, maar ik denk inderdaad is 1000 of 2000 newton voor de Micropole 10. Hoeveel millimeter moet je een kabel minimaal ontmantelen om met een applicator contact aan de aders te kunnen monteren? In een connectorbehuizing is vaak niet veel ruimte. De striplengte van de draad die je wil gaan krimpen, ja, dat is afhankelijk van het contact. Dus het contact is, er zijn specificaties van het contact. En het draad die daarin gekrompen of die aangekrompen moet worden, moet een bepaald aantal millimeter hebben. Dus dat staat in de specificaties van het contact. Bij grote contacten is dat vaak 4 mm. Bij hele kleine contacten kan het gaan over 2 mm.
Het voordeel is, als we met een BT722 of een 712 gaan werken, daar zit een geïntegreerde stripunit op. Die werkt ook met een piezo, dat wil zeggen dat we hele korte striplengtes kunnen gaan garanderen. En we kunnen eerst een tipcut gaan doen, alvorens we strip gaan maken. Of we kunnen de strip langer gaan maken en dan de tipcut gaan doen. Dat we de lengte garanderen en dat de strip juist gaat zijn voor het contact dat verwerkt moet worden. Ja, ik denk, Roy, ik ga hier nog kort even op inpikken. De vraag wordt ook gesteld naar de ontmantellengte. Dus ik vermoed ook dat daar de vraag is, als je een multikabel hebt met bijvoorbeeld 3 aders, hoe lang moet de mantel weg zijn om er een krimcontact aan te kunnen gaan zetten? Heb je gewoon een pers met een voetpedaal, dan kan dat echt vrij kort zijn. Natuurlijk, je moet de 2 andere aders wel een beetje weggedraaid krijgen om die niet te beschadigen tijdens de krimp van de andere ader. Ga je naar stripkrimpoplossingen of naar een aderendulsmachine, heb je altijd een minimale insteeklengte. Die is per machine verschillend. We hebben toepassingen waar we echt heel korte ontmantellengtes toch nog kunnen gaan verwerken op stripkrimp. Maar dat is afhankelijk van het type contact en afhankelijk van het type machine. Dus moest je daarmee zitten dat je iets niet automatisch verwerkt krijgt wegens zeer korte ontmantellengtes, contacteer ons dan zeker via de Q&A@smans.com en dan gaan wij dat even persoonlijk met u gaan bekijken, want er zijn best veel parameters die hiervoor in rekening moeten genomen worden. Dan gaan we over naar een van de laatste vragen. Is er een compact toestel om twin ader en hulzen te gaan strippen krimpen? De vraag is natuurlijk, wat is compact? Er bestaat een compact toestel van ZNF om twin ader hulzen te krimpen en strippen. Het is geen toestelletje dat je onmiddellijk van tafel naar tafel versleept, maar dat is toch vrij compact, een beetje in de lijn van de meeste machines die we hier gezien hebben. Maar die staat zeker. Ja, inderdaad, ZNF heeft een machine om strippen krimpen van twin hulzen te kunnen gaan verwerken. Dus altijd gaan kijken hoeveel je ervan moet doen om iets een stapje te gaan automatiseren. Maar dat is ook zeker aan ons als adviseurs voor jullie om dat samen te gaan uitzoeken. Dus ook vandaar richt je nog even tot Q&A@spans.com. En zo dadelijk ga ik nog iets even meegeven richting mogelijk adviesgesprekken hier. De allerlaatste vraag die we hebben en ook gaan behandelen, en dan gaan we nog naar de verrassing die we beloofd hebben in de afsluiting. En dat is, even kijken, voor de Exmor krimphoogtemeter met het speciaal centreerpalletje voor altijd juist te meten. Daar hong een besturingsbakje aan waar je alles in kon zien. De vraag werd er ook dat je dat kan vervangen door een PC met een software om het iets nog groter in beeld te krijgen of duidelijker in beeld te krijgen. Ik heb de vraag eigenlijk niet zo heel goed verstaan, Jan. Zou je een keer opnieuw kunnen stellen, want we hebben ze hier niet. Ja, ik ga de vraag nog even opnieuw stellen. Dus voor de Exmor krimphoogtemeter, is dat altijd met de besturingsunit eraan? Of kan dat die besturingsunit ook vervangen worden door een laptop of een pc met een bepaalde software erop? Ik weet sowieso niet dat het antwoord sowieso in Roy zijn hoofd zit. Dus moest jij het niet weten, dan gaat Roy je zeker kunnen helpen. Ja, ik zal Nick hierin helpen. Dus de krimphoogtemeter is een nieuw toestel. Ik heb een maand geleden doorgekregen dat we met een software gaan werken. Dus nu op dit moment is het inderdaad met een controlebox altijd geweest. Maar ze gaan nu met een vaste software werken die gewoon op de PC geïnstalleerd kan worden. Dus de controlebox verdwijnt in dit toestel en het wordt een software voor de krimphoogtemeter vanaf nu. Goed, toch nog op de valreep, de laatste, maar dan gaan we het echt op houden. Hoe zit het met de milspec contacten die vaak retention clips hebben? Kunnen die ook op een ZNF-machine verwerkt worden? Ik denk dat dat een heel specifieke vraag gaat zijn, maar ik ga ze toch even stellen aan het panel der wijzen. En moest dat onduidelijk zijn, gaan we daar zeker op terugkomen.
Ja, dat is inderdaad een heel specifieke vraag. Ik zou zeggen, als je die beantwoord wilt hebben, zet ze even op mail of in de privéchat. En dan zullen wij daar achteraf op terugkomen. Goed zo. Dankjewel voor de Q&A. Blijf toch heel even hangen voor de afsluiting. We hebben nog wel wat interessants te vertellen. Die laatste vraag stel die zeker naar Q&A@smans.com, want dat is ook voor mij een iets waar ik niet direct op kan antwoorden. Goed, voor we de webinar helemaal afronden, wil ik jullie nog even meegeven dat wij een landingspagina hebben voorzien op onze website. En op die landingspagina kunnen jullie een gratis adviesgesprek vragen. Doe je dat vandaag, dan gaan jullie sowieso een technisch commercieel persoon over de vloer krijgen om samen met jullie eens iets diepgaander op bepaalde materie in te gaan. Eens naar jullie productie te kijken, wat kan er geoptimaliseerd worden, wat kan er beter. Dat soort zaken. Als je vandaag dat adviesgesprek aanvraagt via www.smans.com, de URL volledig gaat Hanna in de chat kopiëren, want het is nogal vrij lang. Als je vandaag dat adviesgesprek gaat aanvragen, dan heeft de technisch-commerciële man-expert ook nog een verrassing bij voor jullie. Hoezo heeft hij dan bij de bierpakket van Smans met twee lekkere Turnhoutse bieren en de Turnhoutse chocolade pralines. Die gaat sowieso meegebracht worden door onze technisch expert. Dus toch een extra stimulans. Registreer vandaag uw vraag of uw wens naar een adviesgesprek. Niet alleen voor de giveaway, maar ook voor de interessante expertise die kan gedeeld worden met onze experten. Goed. De volgende webinar zal zijn The World of Automation and Application op 3 februari om 11 uur. Ben je nog niet ingeschreven, doe dat zeker. Ook al is automatisatie of applicaties nog op dit moment ver van uw bed, doe het even. Mogelijk zie je toch opportuniteiten richting de toekomst verschijnen. En op een klein uurtje tijd ga je ook daar de ganse wereld in beeld hebben en heb je weer de kans om je vragen te stellen. Dankjewel voor de deelname. Registreer zeker je adviesgesprek via onze website. En tot 3 februari. Tot ziens.